Gebruikers toevoegen aan Home Assistant. Als je bijvoorbeeld kinderen hebt en je wil niet dat die een bepaald dashboard kunnen zien, dan kan je gebruikers aanmaken in Home Assistant. Hoe doe je dat? Als eerste ga je naar de instellingenpagina en vervolgens scroll je een klein beetje naar beneden en zie je personen staan. Nu tik je hier op persoon toevoegen rechtsonder in beeld. En nu kan je een naam opgeven. Je kan hier eventueel een afbeelding van de persoon toevoegen. En je kan ook de persoon toestaan om in te loggen. Dan kan je een gebruikersnaam en een wachtwoord aanmaken. En dan kan je het wachtwoord bevestigen. Nou, je kan zeggen of deze gebruiker een beheerder is. In dit geval eventjes niet. En dan klik ik op maken. Nu zou ik je ook nog kunnen zeggen of dit een administrator is. Nou, dat wil ik ook eventjes niet. Dus ik zeg maar op aanmaken. En nu is de gebruiker aangemaakt. Klik je dan weer op de gebruiker. Dan kan je eventueel weer de gegevens wijzigen. En als je alles hebt gewijzigd, dan klik je op bijwerken. En dan wordt alles netjes bijgewerkt. Hoe kan je er nou voor zorgen dat bijvoorbeeld je kinderen een bepaald dashboard niet kunnen zien? Daarvoor ga je naar het dashboard toe. Klik je op de drie puntjes rechtsboven in de hoek. Klik je op Configureer UI. En klik je op het potloodje naast het tabblad. Dan ga je naar zichtbaarheid. En nu kan je hier zeggen of de gebruiker het wel of niet mag zien. Nu mag de gebruiker Ruud dit tabblad niet zien. De gebruiker zal dan wel hiernaast dit icoon zien staan, maar hij zal geen informatie op het tabblad zien. Nu kan je op opslaan drukken en is de gebruiker toegevoegd en zijn ook de rechten meteen aangepast.